NOS Jeugdjournaal. Pesten via internet komt steeds vaker voor. Broer en zus overleefden bomaanslag. En kinderen staan vroeg op om vogels te zien. Dag allemaal. Gepest worden via internet. Steeds vaker krijgen kinderen vervelende e-mails zonder afzender. Hierin worden ze uitgescholden voor van alles en nog wat. De 12-jarige Irene uit Helmond ook. Zij kreeg de mailtjes via een populaire website. Hallo grappelslet, ik moet nu al maanden dat gezeur van je aanhoren. Samengevat, er wordt een nieuwe ziekte naar je genoemd. Of ik verkoop je als slaaf. Dus opkloten. Kortom, ik krijg nu toch MKZ van je. Afzender je ergste nachtmerrie. Ik vind het heel laf dat je het doet zonder je naam eronder. Ik vind ook dat, dat je dat gewoon niet mag doen. Het gaat gewoon echt te ver, die termen. Waar je het kan kiezen en dat is gewoon niet normaal. Hoe heeft jou dat geraakt? Ja, heel erg. Want ik was gewoon heel erg boos. Ik heb gewoon de hele tijd niet achter de computer gezeten, dus. Via deze site kun je pest-e-mails versturen. 30.000 keer is dat al gebeurd. Bamber Delver doet voor organisatie De Kinderconsument onderzoek naar kinderen en internet. Hij vindt dat de website met pestberichten veel te kwetsend is. Ja, er staan dingen op die echt erg zijn. Veel scheldwoorden, greppelslet staat er bijvoorbeeld op. Er staat als afzender kan je intikken, ik ben degene die jou het leven zuur gaat maken. Er staat op bijvoorbeeld, ik steek je in brand, ik stop je in de kelder. Er staat ook op, ik ben je ergste nachtmerrie. Het is echt behoorlijk erg. De tweede die is, ja. Dus er staat ook allemaal weer van die dingen. Zoals, hallo, hoerenloper. Ik ben het helemaal zat. Kortom, als lelijk zijn pijn deed, lag je de hele dag te janken. Ook weer afzender je ergste nachtmerrie. Wat vindt de maker van de website ervan dat kinderen last hebben van de e-mails? Alleen via de telefoon wil hij erover praten. Erg vervelend natuurlijk. De pagina is gemaakt voor de gein. En ja, hij wordt door sommige kinderen ook inderdaad misbruikt. En wat vindt u daarvan? Ja, nogmaals, erg vervelend. Wat vindt u zo lollig aan uw site? In eerste instantie mag iedereen natuurlijk zelf bepalen wat er grappig aan de site is. Maar wat over het algemeen de mensen erg leuk vinden, is dat de teksten al op de pagina staan en dat je ze zelf niet hoeft te bedenken. Hoe grof ze ook zijn. Ja. Vervelend voor Irene die mailtjes, zegt de maker van de site. Maar hij is niet van plan om te stoppen. De kinderconsument wil actie. Nou, wij vinden dat dit niet mag en er moet een wet komen om dat te verbieden. Kinderen moeten beschermd worden hiertegen. Want het is nu zo dat internet is zo nieuw. Je kan dus kinderen pesten zonder dat je daarop aangesproken wordt. Het gaat allemaal anoniem. Komt die wet er ook? Nou, dat is wel te hopen. Daar gaan we ons voor inzetten. Is dit te vergelijken met pesten op het schoolplein? Niet echt, want op het schoolplein weet je wie het gedaan heeft en dan kan de juf of de meneer iets aan doen. En hier via de e-mail weet ik niet wie het gedaan heeft en er kan ook niks aan gedaan worden. Wat zou je tegen alle mensen die zo'n e-mail versturen willen zeggen? Zet voortaan je naam eronder of doe het niet. Ja, en krijg je ook een pest-e-mail, dan heeft Irene nog een kleine tip. Gooi hem meteen in de prullenbak en lees hem niet steeds opnieuw. Dit is de 8-jarige Rebecca Denny uit Amerika. 6 jaar geleden overleefde ze de meest verschrikkelijke bomaanslag die daar is gepleegd. De laatste tijd wordt er in Amerika weer veel over de bomexplosie gepraat. Want morgen wordt de dader ter dood gebracht. Mensen zijn nog steeds geschokt over wat er toen is gebeurd. Het kan zijn dat je schrikt van sommige dingen die we laten zien. Rebecca en haar broertje Brandon zien er op het eerste gezicht gezond uit, maar sinds hun tweede moeten ze vaak naar het ziekenhuis. Brandon en Rebecca wonen in de Verenigde Staten van Amerika in de stad Oklahoma. 6 jaar geleden zaten ze op de crèche in een heel groot kantoorgebouw. Daar ontplofte toen een grote bom. De ravage was enorm en iedereen was in paniek. Het was de grootste bomexplosie die Amerika ooit heeft meegemaakt. Er vielen 168 doden. Honderden mensen raakten gewond, waaronder Brandon en Rebecca. Hun vriendje Colton was zo gewond dat hij overleed. Rebecca was nog erg jong toen het gebeurde, maar ze kan zich nog wel iets herinneren. People were screaming. I only remember the
mom and my friend Colton died. Rebecca had brandwonden over haar hele lichaam. Ze lag vaak in het ziekenhuis. De broertje Brandon had een hersenbeschadiging. Zijn vader vertelt hoe het was. We prayed like the Dickens that he would live, and then if he did live, we didn't know whether he'd ever walk or talk again. So here you see Brandon Denny. All I know is that I was in the hospital for 10 days. Pretty painful. Dit is de man die de bomaanslag heeft gepleegd, Timothy McVeigh. Hij haatte alles wat met de regering te maken had. Het gebouw dat hij opblies was van de regering, maar waarom hij zoveel gewone mensen liet omkomen, snapt niemand. Het kan niet anders, McVeigh was erg in de war. Maar Rebecca heeft geen medelijden dat hij nu de doodstraf krijgt. No. Why not? Because my friend died and... All I know if it wasn't for the doctors and all that, I wouldn't be alive. En morgen meer over de bomaanslag en de dader. En dan praten we ook met onze correspondent in Amerika. Sluipen rond een boom? Wat zit er achter die tak en wat beweegt daar in het gras? Vanochtend om 6:30, de zon was nog maar net op, trok een geheimzinnig groepje kinderen door de bossen van Oosterwijk. Ze noemen zichzelf vogelaars. Mensen die helemaal gek zijn van vogels. Niks houdt hen tegen. Voor dag en dauw staan ze op, verrekijker om de nek, vogelboek in de hand. Lijkt hij op deze? Ja, dat is hem. Meteen opschrijven. Dit weekend waren in Oosterwijk in Brabant de Vrije Vogelclubdagen. Om nog veel meer te leren over vogels als de kuifeend en de koolmees. Het leuke is bij een koolmeesje kun je zien of het een mannetje of een vrouwtje is. Weet je hoe je dat kan zien? Ja. Als een stropdas. Als een stropdas, ja. De koolmees heeft een ontzettende stropdas over zijn gele buikloop. En een mannetje heeft een hele dikke stropdas en een vrouwtje heeft een heel dun streepje. Ik zie daar een vogeltje. Kijk, je weet wel heel veel van vogels, hè? Ja. Hoe heb je dat geleerd? Van mijn opa. Van je opa? Ja. Wat deed die dan? Die zijn allemaal vogels en die gingen wel vaak met me wandelen en toen is ik erover lag. Je kon in Oosterwijk ook alles leren over roofvogels en de braakballen die ze achterlaten. Alles wat te hard is om op te eten, spugen ze weer uit. Nou, ik heb hier een paar braakballen van uilen. En als je in een dicht stukje bos komt waar dennenbomen staan... Gewoon van die dennenbomen, dichte bosjes waar bijna niemand komt. Alleen maar reeën en zo. Daar kun je vooral deze braakballen vinden. En als je zo'n braakbal uitpluist, dan kun je daar een hele hoop leuke botjes in vinden. Dus met een naald of een pincet of met je blote handen, met een tandenborstel. Kun je gewoon een paar botjes eruit halen. Zo. Dan pak je een bakje en daar doe je alle botjes bij. Zo heb je... Allemaal schedeltjes van allemaal verschillende muizen die er in een normaal bos leven. Alleen de meeste mensen die lopen door een bos en denken, vies, en dan schoppen ze het weg. Maar dat is wel jammer. Nou, het valt vandaag een beetje tegen in het bos. Er is meer te horen dan te zien. Hé, wat zie ik daar? Een uil en een specht. Ja, zeg, ze houden ons voor de gek. Maar dat daar, boven in de boom, is toevallig wel een hele echte groene specht. Ja, kijk, dat maakt het vroege opstaan meer dan goed. Morgen schijnt de zon af en toe, kan ook gaan regenen en het wordt zo'n 16 graden. Nou, dat was het voor nu. Morgen is er weer een Jeugdjournaal. Tot dan. Dag.